Semantische laag. We bespreken nu het concept semantische laag. De semantische laag is een concept dat door het bedrijf Business Objects is ontwikkeld. In 1996 kregen ze er patent op. Maar wat is het? Onder de semantische laag wordt het programmatuur verstaan die niet-technische eindgebruikers een begrijpelijke weergave van de gegevens uit de database biedt. Oftewel software die ervoor zorgt dat het technisch taalgebruik van de database overeenkomt met de gangbare bedrijfsterminologie. Laten we kijken hoe dat er in de praktijk uitziet. In dit voorbeeld zie je de structuur van de database met alle velden en hun namen. Dat is vaak niet heel leesbare terminologie, maar technisch wel noodzakelijk. Aan de rechterkant van het scherm zie je een voorbeeld hoe een eindgebruiker het ziet. Wat hier dus is gebeurd, is dat er een vertaalslag is gemaakt, waardoor de naamgeving zoals die aan de eindgebruiker getoond wordt niet meer overeenkomt met hoe het in de database staat. Op het moment dat je in overleg zou gaan met iemand van de database of BI-afdeling, kan het dus zijn dat zij het over een andere naamgeving hebben dan jij gewend bent. Het is dus goed om vooraf vast te stellen of je praat over de semantische naamgeving. Of de technische database-naamgeving. Waar je ook rekening mee moet houden is dat een semantische laag, behalve de velden uit de database, ook berekende velden kan bevatten. Dit zijn dus velden die niet bestaan, maar door de data warehouse software berekend worden. Denk aan omzet, winst, ratios, etc. In dat geval is het zeer belangrijk dat er binnen het bedrijf goede afspraken bestaan over naamgeving zodat als je gaat praten over bijvoorbeeld omzet iedereen weet hoe deze exact wordt berekend. Tot slot. We zijn aan het einde gekomen van deze training. Je hebt geleerd hoe een stermodel werkt en hoe je hier in de praktijk rapporten mee kunt maken. Ik hoop dat je met deze cursus een goed beeld hebt gekregen van het nut en de noodzaak van een stermodel en het kunt gaan toepassen op je werk. Hartelijk dank voor je aandacht en veel succes!